Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe top 10. In deze top 10 gaan we de top 10 gekste dingen in Thailand behandelen. Ja, Thailand, jullie weten het waarschijnlijk al. Thailand heeft nogal, ja, gekke dingen. Net zoals in China. But, yeah. We gaan direct naar nummer 10. Bier met ijs. Wat? Bier met ijs. Ik heb nog nooit bier met ijs gezien. Wacht, bier met ijs in Thailand is hetzelfde als limonade met een ritje in Nederland. Oké dan. Als je even niet oplet, wordt je halfvolle biertje geheel gratis volgepropt met ijs. Ja, volgens mij is het gewoon om goedkoper te doen, want ijs vult snel je glas, dus. Ja, oké dan. Nummer 9 staat wc-papier op tafel, maar niet in de wc. Lijkt me ook niet proper. Om even je wc-papier op jouw tafel te hebben. Oké dan. In Thailand is het soms een wild watergevecht in de wc, aangezien er nergens wc-papier te vinden is. Wc-papier kom je in Thailand eerder tegen op je tafel van het restaurant dan op de wc. Het kan een oplossing zijn, maar ik denk ook niet echt dat het zo handig is omdat het dan zo op tafel zit ofzo. Oké. Nummer 8. Slakken slijm voor een betere huid. Slakkenslijm? Kom op man! Hoe kom je op slakkenslijm op jouw huid? Oké, het is wel een grote verandering, maar Right, ik ga door naar nummer 7 hoor. Gevangenisstraf zonder onderbroek. Wow. Wist je dat er een officiële wet bestaat in Thailand die je verbiedt om zonder onderbroek het huis te verlaten? Doe je dat wel, dan staat er een flinke gevangenisstraf op je te wachten. Neem dus een extra paar onderbroeken mee. What the fuck? Dit is gewoon vreemd. Oké, 6. Heel gezien op de brommer. Ja, ik heb dit al eens gezien. Ik vind het nog steeds eigenlijk een beetje schandalig. Met zoveel kinderen, als er iets gebeurt, dan zijn die ook waarschijnlijk allemaal dood. Maar ja, weet je, het is normaal, bla. Wat kunnen wij tegen zeggen? Niks, dus, oké. Nummer 5 staat, bizarre feesten. Oké. Laten we eens kijken hoe dat de mannen in Thailand feesten. Yeah! What the fuck? Mensen. Allemaal. Al de mensen in Thailand zijn gestoord. Waarom moet alles met vuur gedaan worden? Yo. Oké. Maar nummer 4, grootschalig watergevecht. Tijdens nieuwjaar 15 april 2015 verandert Thailand in een groot watergevecht. Oké. Dus gewoon vechten met water. Oké dan. Nummer 3, plastic zakje koffie. Een kopje koffie nemen in Thailand, je bedoelt dan zeker een plastic zakje koffie. De normaalste zaak van de wereld om je zakje koffie leeg te slurpen terwijl je onderweg bent naar je werk of tijdens het rijden. Kom op! Are you fucking serious right now? Wie steekt er nu koffie in een plastic zakje? Waar is de logica, mensen? Waar? Ik weet het niet meer hoor. Godverdomme. Oké, nummer 2. Wat? Parasailing of zoiets, instructeur. Dat de Thai graag meelift op jouw centen is wel duidelijk, maar in Phuket hebben de parasailing instructeurs dan wel iets te letterlijk genomen. Oh, oké, oh. Ja,
De parasailing instructeurs in Thailand willen dus eigenlijk zonder beveiliging meegaan. Zoals die man met zijn witte t-shirt dus eigenlijk gewoon op die lijntjes zit. Dat trouwens doodgevaarlijk is, maar oké. In Thailand mag het, dus waarom niet, oké? Nummer 1. Een portie insectengras. Yo. Ik zie hier alles. Fucking schorpioenen, spinnen. Oh my god, kikkerlakken, alles. Yo. Nee. Oké dan. Ik raad jou aan om voorzichtig te zijn in Thailand als jij ooit in Thailand op reis gaat. Met eten. Ik hoop dat daar voor jullie pizza is zonder insecten. Want anders denk ik niet dat jullie daar lang gaan overleven met een spin en een schorpioen. Nee. Ja. In ieder geval bedankt om te kijken naar deze top 10. Vond je deze top 10 leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan. En ik check jullie later. Doei.